is de afsluiting van onze driedaagse Vessa. Vossteen Koekoeroe Vessa. Hoe is dat gegaan? Nou, overweldigend. Buiten verwachting. Dat standhouders zelf hebben aangegeven dat ze dit niet verwacht hadden. De eerste dag bijvoorbeeld heel vroeg uitverkocht. We waren nauwelijks open, maar ook de tweede dag toen men nog meer gerechten heeft klaargemaakt. En vandaag de derde dag, u merkt het zelf, lange rijen overal. Sommige stands al uitverkocht. Wij hebben dus gezien dat er een behoefte is hieraan. Ons eten bindt ons. Eerlijk is eerlijk. Met eten maken we geen grappen. Het resultaat is vandaag geleverd. 3, 2, 1. Als hier een bord met bonen staat en daar een bord... Officieel! De eerste keer! Vossteen Koekoeroe Festival! Waarom doen jullie dit? Nou, het gaat om het volgende. Cultuur staat natuurlijk voor waarborgen. Ja? Conserveren, maar zeker ook overdragen van ons erfgoed. En vooral het immaterieel erfgoed. We zijn ontzettend rijk wat dat betreft. Onze kleding, onze muziek, ons eten. En wij hebben gezegd, we moeten naar iets gaan zoeken dat het directoraat zelf gaat organiseren. Het directoraat probeert overal natuurlijk andere organisaties te faciliteren. Maar we moesten gaan kijken, wat kunnen wij zelf organiseren en wat kunnen wij naar buiten brengen. En toen zijn we gevallen op het culinair gedeelte, de traditionele gerechten. Dat die natuurlijk ook blijven bestaan, maar dat er ook een stukje overdracht plaatsvindt naar jongeren. Zodat ze weten van waar al die oude gerechten vandaan komen en hoe ze worden klaargemaakt. Daarom hebben we dit gedaan. Lekker hoor. Wat dat betreft bindt dat eten ons. Op de een of andere manier bindt het ons en we eten van elkaar. We zingen ook samen, want Milukunu, ik heb gezien dat jullie daar in die tent daarachter, Ubendazi, snap je? Dus het is goed. Laat Suriname zo blijven. Laten we de wereld laten zien dat wij geen problemen hebben met etniciteit, met elkaar. We willen eigenlijk richting gaan de food destination of the Caribbean. Want ieder eiland heeft zijn bijzonderheid. We zijn geen eiland, we zijn onderdeel van het vasteland. Maar wat maakt ons bijzonder? Het eten, ja. Die fusion. The real fusion. Ik vind het fantastisch dat dit eigenlijk een kick-off is of kickstart is voor iets groters. Een CARICOM Food Festival. En laat Suriname, het kan niet anders. Suriname moet het zijn waar het moet gebeuren. Dat we de landen uitnodigen. Laat ze kennis maken met onze keuken, want het is gevarieerd. We zijn ook veel breder georiënteerd qua vis. Want het zijn eilanden, let wel. Dus ze kennen alleen zoutwatervis. We hebben zoetwater. Maar er is alleen vis. En los van zoetwater, we hebben ook heel veel wild.
Dat kennen ze niet in het Caribisch gebied, lieve mensen. Dat kennen ze niet in Europa. Dat maakt ons bijzonder. En hoe we dat klaarmaken, is natuurlijk dat extraatje. Dit is die pilot. We hebben het geprobeerd en we hebben al gezien waar we hier en daar veranderingen moeten brengen. Waar die verbeterpunten moeten liggen. We nemen dat mee. Ja, we hopen dat Suriname dit kan omarmen. Dit is een Surinaams product. Laten we dit omarmen en gaan kijken waar moeten we verbeteren. Waar moet het anders, waar moet het beter. En alle positieve feedback nemen wij mee. Zodat we volgend jaar grootser terugkomen.